zoek naar allerlei vormen van innovatie. En of Rotterdam bezig is met innovatie? Nou, en of. Op allerlei locaties zijn mensen bezig met het nadenken over hoe het beter kan of totaal anders. Het lastige van innovatie is alleen dat je het vaak nog niet echt kunt zien. Het idee zit in iemands hoofd of is alleen maar opgeschreven. Maar vandaag gaan we kijken naar tastbare voorbeelden van innovatie. Allerlei manieren en ideeën van mensen die dus al worden uitgetest of uitgevoerd. In 2010 had het HK-gebouw in Rotterdam de primeur van Nederland. Dankzij een nieuwe technologie heeft het gebouw namelijk meerdere functies. 1. Het is een kantoorpand, maar het kan ook energie opwekken en het draagt bij aan een schoner milieu. Die technologie heet de Chameleon en die wordt op verschillende locaties nu getest in Nederland. En een van de locaties is een gebied in ontwikkeling in Dordrecht en dat is het Leerpark. Dit is Peter van Subli en dat zijn de bedenkers van de Chameleon. En dit is de Chameleon. Peter, kan je uitleggen wat het precies is? Een Chameleon concept is een concept wat we ontwikkeld hebben vorig jaar om te zorgen dat iedere oppervlakte 24 uur per dag kan veranderen. Net als een chameleon, die kan veranderen van kleur als die bedreigd of gelukkig is of in zijn omgeving is. Een chameleon concept zorgt er dus voor dat we 24 uur per dag bijvoorbeeld iets kunnen leveren, iets kunnen zuiveren, iets kunnen compenseren of iets kunnen communiceren. En wat lever of zuiver je dan? Bijvoorbeeld het zelf kunnen leveren van elektriciteit. Vanuit je schil van je gebouw. Dus gebouwen worden energieleverend. Of het kunnen zuiveren van bijvoorbeeld vuile stof in de lucht als fijnstof, NOx, uit de lucht kunnen halen vanuit de schil van je gebouw of een geluidswal. Of bijvoorbeeld het kunnen communiceren. Een gebouw, hoe weet je nou dat een gebouw energie-neutraal is? Door dat te communiceren vanuit zijn gebouw. Hey, maar het zonnetje schijnt nu lekker, dus ik wil hem eigenlijk wel even zien draaien. Ja, dat kan. Ronald van ons is hier binnen, dus binnen besturen we de systemen nu om te testen. Dus. Oh, maar dat kan ik ook heel goed. Dan ga ik wel even regelen. Nou, laten wij maar eens gaan kijken dan, hè? Gaan we kijken. Hi. Hey. Ik ben Tamar. Ik ben Ronald. Hey. Bedien je hem zo met dit ding? Ja, ik heb hem hier op gevel gezet en ik weet niet welke stand jij voor wil hebben. De zon schijnt, dus we moeten even de zonnepanelen. Naar positie 2 en dan kan de drukbal op start. Dan gaat hij vanzelf naar positie 2 toe. Wow, wat is dit? Nu gaat de chameleon dus reageren. En wat je nu dus ziet zijn twee verschillende soorten testcassettes die we meten. Maar niet zo snel. Ik moet het nog heel even laten incasseren, want ik zie hier van alles. Dit zijn volgens mij de zonnepanelen. Dat klopt, dat klopt. En nou ja, de zon schijnt erop. De zon schijnt erop en die wint dus elektriciteit. En daarboven zie je wit oppervlakte. En wit is namelijk om te reflecteren. Tijdens zomers krijgen wij gebieden die heel warm zijn. Ja. Noemen ze urban heat. Ja. En dan moet je dus eigenlijk, wat er dan moet gebeuren, is dat een gebouw dan kan wit worden, ja. Tijdelijk, om die warmte uit het gebouw of uit het gebied te halen en dan weer kunnen veranderen. Nou, dan vind ik het nu de hoogste tijd om fijnstof te gaan reduceren. Tamar, hij mag draaien! Yo, komt-ie! Wat je hier ziet, dat is dus een oppervlakte die zeg maar groen is. Ja. En die in staat is om zeg maar fijn stof en vervuiling uit de lucht te halen. En je moet zo zien dat fijn stof is een soort mengeling van zeezout die opdroogt. En stof door bijvoorbeeld elektriciteitsproductie of auto's, voertuigen. Die zijn heel schadelijk. Dus het is eigenlijk de noodzaak om die uit de lucht te halen. Hey, dat is cool, hè? Ja, was er bij het ook leuk? Ja, heel leuk. Ja, echt goed hoor. Een mooie machine is leuk, dit. Hè? Ja. Hey, hoeveel zijn er nou van die dingen in Nederland? We gaan er 7 neerzetten. Er staan er op dit moment 3. Die staan hier in Dordrecht, Leerpark, op de Hakenpand Rotterdam, op de Amsterdam Arena. En we gaan op Schiphol staan en op diverse plekken. Maar waarom staat hij nou precies hier? Het Leerpark in Dordrecht is dus een mbo-opleiding. En die hebben achtervolgens een visie. Die willen een duurzaamheidsfabriek ontwikkelen. Dat is eigenlijk een fabriek waar jongeren en industrie met elkaar komen. Het Da Vinci College heeft daar zijn nek voor uitgestoken. En dat is waarom we ook gezegd hebben, we gaan hier een 4D testcontainer unit neerzetten. Om die techniek met hun te ontwikkelen. Hè, dus studenten mee te laten ontwikkelen erin. En om achtervolgens de eerste duurzaamheidsfabriek ook in vierdimensionale te doen. Peter, heel erg bedankt voor je tijd en heel veel succes met het plaatsen van de overige chameleons. Jullie hartstikke bedankt en tot gauw. Start de capacitor maar. Fluxen.
stijgen op. We staren uit het raam en we kijken op. Bussen, auto's glijden op. Zeewind en aardgas niet gelijkend op. Chloor, fluorkool, waterstof. Er is waterenergie kleinschalig nog. Geen olie en gas, die raakt op. Wel een biogas installatiegrot. Ik laat je zweven langs het Koningsplein en 52 degrees, want het wordt dagelijks heter. Gat en ozonlaag die warmte bewaart als een deken. Halonen in de lucht waardoor de aarde gaat zweten. Treinen van natuur, vezelcompositie. Economie, ecologie hebben een compromis. We schrijven geschiedenis zonder papier met bedrijven die werken op zonne-energie. New Triangle, Stichting Kind, Dutch Rainmaker, kom dat zien. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Zorg dat je goed met je rug tegen je stoel komt. Want tijdens onze vlucht gaan we vlug. Dus kijk maar goed rond en zie dat het met de lucht weer goed komt. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Zorg dat je goed met je rug tegen je stoel komt. Want tijdens onze vlucht gaan we vlug. Dus kijk maar goed rond en zie dat het met de lucht weer goed komt. Terug, terug, gaan we terug. We gaan terug. We gaan terug naar de toekomst. Terug, 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 we gaan terug. We gaan terug. Riemen vast, we vliegen nog steeds over steden en gebieden heen. Geo, hydro, korreldamduinen, energiepassieve huizen, hout verhuizen. Weg met cadmium, kwik en lood. Geen cyanide met flink uitstoot, maar parken op zee, windenergie. Gebakken lucht, nee, kracht voor terug. Drijvende stadswijken, drijven paviljoenen. Glazen dak op het centraal station, mijn stad is groen. Met milieuproject Heaven, dak, barren, Delfshaven. Optimale luchtkwaliteit en zonnecelwaarde. Over de tijdbrug naar de toekomst gekeken. Nu gaat de vlucht terug. Terug naar het heen. We kappen natuurbos, grappen met zuurstof, maar schone lucht houdt ons leven. Klimaatverandering, aardeverwarming, draai terug, nu weet je. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Zorg dat je goed met je rug tegen je stoel komt. Want tijdens onze vlucht gaan we vlug. Dus kijk maar goed rond en zie dat het met de lucht weer goed komt. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Zorg dat je goed met je rug tegen je stoel komt. Want tijdens onze vlucht gaan we vlug. Dus kijk maar goed rond en zie dat het met de lucht weer goed komt. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Zorg dat je goed met je rug tegen je stoel komt. Want tijdens onze vlucht gaan we vlug. Dus kijk maar goed rond en zie dat het met de lucht weer goed komt. Kom aan boord, want we gaan terug naar de toekomst. Een tijdje geleden is er een project opgezet, de Open Source House. En zij hebben een lijst gemaakt met allemaal principes waarmee je dus al beter en anders kunt gaan bouwen. Het is dus eigenlijk een handleiding waardoor je duurzamere en betere gebouwen kunt bouwen. En weet je wat zo leuk is? Rotterdam doet het best wel goed. Ja, want er zijn al best wel veel gebouwen in Rotterdam die aan een aantal van die punten van die lijst voldoen. Maar hoe dat precies zit, kunnen we beter even vragen aan een van de bedenkers van Open Source House. Vincent, jij hebt samen met NVU het Open Source House bedacht. Wat erop neerkomt dat mensen hun eigen input via internet kunnen geven. Maar over wat voor ideeën hebben we het dan? We hebben het vooral over ontwerpen. Architecten kunnen op het platform dat wij gemaakt hebben, kunnen ze ontwerpen zetten. En iedereen kan die er gratis van afhalen. Hebben jullie aan de hand van al die input een lijst met 8 principes samengesteld? Hè? Wat zijn dat voor principes? Nou, de principes, dit zijn principes die zorgen dat je een gebouw heel duurzaam kan maken. Dat zijn 8 principes die alles pakken, die alles omvatten. Maar die eigenlijk best normaal zijn. Architecten werken daar al mee. Alleen die worden vaak niet allemaal tegelijk toegepast. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, van die 8 principes zijn er een aantal die gaan over materiaal. Bijvoorbeeld dat je zorgt dat je materialen uitzoekt van een bepaalde grootte, dat er niet heel veel restmateriaal in de verwerking verloren gaat. Het gaat over lokale materialen gebruiken, maar het gaat er ook om dat je je materialen weer kan hergebruiken na een tijdje. Een andere is hoe je kan zorgen dat je de zon gebruikt om warmte te vangen in de winter en in de zomer die warmte buiten houdt. En al dat soort principes samen zorgen ervoor dat het gebouw op energie en materiaal gebied erg duurzaam is. En dat wordt helaas niet altijd overal wordt dat allemaal tegelijk toegepast. En waarom gaat het dan niet altijd goed in Nederland? Het kan misgaan op het detailniveau, dus je kan hele goede duurzame materialen gebruiken, maar als je die dan met lijm aan elkaar gaat smeren of met peurschuim, dat zijn ontzettend chemische zaken, stoffen die mensen nog heel veel in de bouw gebruiken. En daar helpen die 8 principes heel goed bij.
Zijn er ook projecten hier in Rotterdam die aan die principes voldoen? Nou, ik heb geen projecten die aan alle principes voldoen, maar er zijn een aantal projecten die heel ver komen. Zo is bijvoorbeeld het Savannahuis in Blijdorp, die heel erg goed bezig is geweest met materialen, helemaal recyclebaar. Lifecycle is helemaal mee ontworpen. Je hebt het bedrijvenpaviljoen in de Rijnhaven die heel erg ingaat op duurzaamheid. Maar ook het gebouw hier. Hier zouden we ook wel een aantal van die principes kunnen laten zien. Van binnen merk je het eigenlijk niet, maar van buiten zie je dat het containers zijn. En wat wij met Open Source House ook graag willen, is dat er een soort van modulariteit in het gebouw komt. Zodat je gedeeltes uit kan wisselen of makkelijk kan uitbreiden. Of dat als je dus moet inkrimpen, dat je iets weg kan halen dat weer door iemand anders gebruikt kan worden. Nou, containers zijn er natuurlijk een mooi voorbeeld van. Een principe dat ook een van de 8 principes is, is building services. Daar bedoelen we eigenlijk mee de verwarming, de koeling, de verlichting. Als er dan iets verandert, moet je je hele plafond openhalen en allemaal dat soort dingen. Hier hebben ze alles erboven opgelegd. Dus als er iets aan onderhoud moet gepleegd worden of er moet iets veranderen, extra capaciteit of wat dan ook, dan kunnen ze dat gewoon van buitenaf doen. En dat is dus heel erg handig. Heel praktisch ook. Ja. We zijn hier bij het 25KV-gebouw. Het is een oud-industrieel gebouw waar ze een grote betonnen muur hebben gesloopt en een glazen schil voor hebben gezet. En in die schil kan in de winter allemaal warmte in opbouwen. Doordat die kleppen allemaal dicht zijn, heb je gratis verwarming. En in de zomer kunnen ze die kleppen openzetten en kleppen boven, zodat de lucht eruit kan. Dan heb je een soort gratis airconditioning. En daarnaast brengt het allemaal licht naar binnen, waardoor die ruimtes fijner worden. Hier zie je waar vroeger de betonnen wand stond, hier aan het einde van de vloer. Die hebben ze dus helemaal weg kunnen halen. Het is gescheiden van de draagconstructie, dat bestaat uit stalen kolommen. Dus die wand konden ze zonder problemen weghalen. Daar hebben ze die glazen schijf voor geplaatst. En dan zie je ook dat alle installaties hier doorheen lopen. Alle liften, wc's, waterleidingen, brandweer, zaken, alles loopt hier doorheen. Zodat je hier eigenlijk gewoon hele fijne werkruimtes overhoudt. Waar je helemaal geen kabels en moeilijke dingen hoeft te hebben. Hey, de tram, waar gaan we naartoe? We gaan nergens naartoe, we blijven hier. Dit is het laatste voorbeeld dat ik heb. Een van de belangrijke principes ook is connections. Hoe maak je dingen aan elkaar? En dat moet je eigenlijk op een droge manier doen. Dus geen lijm, kit, dat soort dingen gebruiken. Dus dat kan heel makkelijk met schroeven, met bouten. En de tramhaltes van Rotterdam die zijn zo gemaakt. Zo kun je makkelijk dingen vervangen als ze kapot zijn. Zo kun je makkelijk als ze vervuild zijn of als ze gebouwd moeten worden. Dat kan allemaal heel erg snel gaan. En zo zou je ook huizen moeten kunnen bouwen. Maar aan hoe meer van jullie principes je dus voldoet, hoe duurzamer je constructie is? Dat is het idee. Als je dan alle principes voldoet, heb je een helemaal een duurzaam huis. Op energiegebied, materiaalgebied. Maar heel belangrijk is ook dat iedereen die ideeën vooral met elkaar blijft delen. Op dat platform van Open Source House. Zodat iedereen elkaar kan inspireren. En dat we steeds verder kunnen bouwen aan een steeds betere oplossing. Hier bonkt het hart van Rotterdam, zegt de slogan. En dat is ook zo, want als je om je heen kijkt, zie je dat er overal in Rotterdam wordt gebouwd. En met toezicht van de gemeente gebeurt het ook nog op een duurzame manier en met innovatieve ideeën. Net zoals de nieuwe hoogste woontoren van Nederland, New Orleans. Maar ook oude gebouwen worden gepimpt, met bijvoorbeeld de Chameleon. Je zit op een werkdag en ondertussen wordt er energie opgewekt en er wordt ook nog eens een keer fijnstof uit de lucht gehaald. Er zijn straks alle oude huizen gepimpt en er zijn nieuwe af en er is Rotterdam volgebouwd. Maar waar gaan we dan naartoe? Want is er wel een oplossing als heel Nederland straks volgebouwd is? Uiteraard, maar de meningen zijn er nog wel over verdeeld. En ze zeggen dat het bouwen op water de toekomst is, drijvend bouwen. Ja, maar dat zien we allemaal de volgende keer in Flex M. Wil je oude afleveringen terugzien of wat meer informatie over Chameleon of Open Source House? Kijk dan op ierslucht.nl. Tot op Flex! Flex.